Waarom kent iedereen dit? Voor de gemeenschap nu. Voor de kerkverlichting en de kapel in offeren. Moet eens gaan hengen, kunnen zien wat ik gemak heb. Oh, maar die kapel? Ja. Die kapel, die weet ik wel. Ja. Dat is toch waar we op den hoek de frietkrom liggen? Ja. Ja, ja, hé. Hey. En daar binnen ieder geval was kieken wat ik er allemaal gedaan heb. En bij de kerkhof en zo en allemaal. Nou, nog niet zo lang geleden ben ik in die kapel geweest. Hoe lang is dat geleden? Dat was niet zo lang voordat eigenlijk door een halfvaste optocht hier in het dorp zou zien. Oh nee, daar heb ik het allemaal gedaan. Maar wat helemaal aangekleed van binnen. Wat dan? Ja, beelden en zo en allemaal, ja. Oké, maar ik vond het al een moeie kapel. Wat heeft ze dan... Ja, bepaalde beelden die met het toerisme te maken hebben, zit erin. En de Christoffel. Oh, dat is altijd handig. Dat bedoel ik. Een Christoffel is toch voor mensen die onderweg zien, of niet? Juist. Ja. En Jozef, dat is de man van de timmeren en het vakmanschap. Daar vallen wij dan ook onder. Heb je ook een verleden als ambachtsman? Ja. 35 jaar jaar heb gewerkt voor de woningbouwvereniging. Is er voor technische dienst. Okay. En hoe lang woont ze hier al? Vanaf 57, geloof ik. Ja, 57. Hartstikke idee. Ja, dat bedoel ik. En wie woont hier nog meer? Ik alleen. Geen wederhelft? Nee, die. Heb je nou een luisje dood, heb je zusters dood. Heb je ook nooit een vrouw gehad? Nee, ik heb het niet van gehad. Ik was altijd bezig. Ik was al bezig. Wat heeft ze nog meer gedaan dan voor de samenleving in offeren? Ja, dat wel. Ik bedoel dat wel wat is. De kerk. De kerk, de kapel, het kerkhof, de ingang van het kerkhof. Wat doen ze op het kerkhof dan? De ingang van het kerkhof, die poorten met die engeltjes en de spreuken erop. Jullie ziet maar de helft van offeren. Nou, ja, nee. Ja. dat is altijd de moskoet. Maar ik ben wel eens met oog voor detail. Hè. Als ik al door die lanterentjes kijk. Ja, ik ben een beetje met die master. Met die haan. En zo. Nog vroeger een latennemast. En dan heb ik toch een idee opgewakt van hoe kan ik die mast niet af te breken. Iets moois van maken. Een weerhaantje. Ja, een haantje. Dat is een beer. En maak ze dat allemaal zelf? Nee, de haan heb ik gekocht. Die had ook via iemand weg. Maar die ideeën moeten hebben. Oh kijk, oh, het draait ook echt fijn rond. En zit een lampje in, verlichting. Dus dat is eigenlijk des concurrentie voor de pijas, de heest die het met de lampjes. Want toen was het ganse joh door, heest ik in een haan met... Ja, juist. Ja. En waar zitten de lampjes in dan? Daar onder die drie, onder de noord, zuid en west, zeg maar, daar onder de drie lampjes. Ja. En boven tussen in de haan zit ook nog een lampje, bij de start en de... Ja. En een lampje op zijn rug. Ja. Is het gekleurd leeg? Nee, wit. Wit? Ja, hoezo gekleurd? Nou, ja, nee, maar in verband met die lampjes, er nog geen vliegtuig geland heen. Ja, willen ze wel. Maar ik stuur ze allemaal weg. Oh, dan stuurt ze allemaal weg. Ja. Hey, en wie zit er op het murken? Nou, dat is ook wel een ideetje. Dat was een koude muur en ik denk daar ga ik iets van maken. Daar wil ik iets op hebben dat wel een beetje tunt. En dan komt de meest tegen fietsen en die ziet alles. Hé, hey, Bekarel is wel wat nees. Hij heeft er wel een hond neergezet. Maar heeft ze ook een naam? Nee, ja. Het is een, ja. Zeg maar Carolientje. Carolientje. Vind hem niet goed? Ik vind hem goed. Carolientje. Carolientje wil een hond, ja. Zei ze. Oh, dat weet ik niet. Sorry. En wie was er eerst? Carolientje of een hond? Carolientje. Ja. En de hond was ze die gevonden? Dat heb ik niet gevonden, dat heb ik gekocht. Oh, gekocht. Hop. En dat was een ideetje, gevallen bij een tuincentrum. Ik vond ze te eenzaam voor Carolientje. Juist. En heeft ze er een hondje neer gezet? Heb ik er een hondje neer gezet. Oké. Ja. Had je er ook een leuke jungske neer kunnen zetten? Het is een beetje natuurdierlijk. Dierlijk? Ja, leuk, sorry. Hey, en Karel, waarom... Kijk, toen ik vanmorgen opstond,
weer wakker. Ja, ik weer wakker. Ja, want anders kan ze niet opstaan. Of er moest een sloopwandel zien. Maar toen had ik nooit gedacht dat ik Ozu tegenkomen. Nee. Kareltje, met alle respect, in Offeren. Nou, maar waarom nooit gedacht, Karel? Nou, op de gevel van die hoes. Ja, dat is weer een idee van mijn oude lui geweest. Want, ja, we waren toch nog een en al gegadigd, hè. Voor dit huis. Ja? Oh, dat was eerst een woning van de schoolmeester. Er waren gegadigd voor de politiepost. Ja. Daar moeten we wat voor doen, althans mijn oude lui. En toen hebben ze de naam gedacht, ik had nooit gedacht dat Dirk dat zou krijgen. Kijk. Zo is het. En dat horen die elders. Ja. Die elders hebben de naam al op de gevel. Ja. Dat is wel een mooie verhaal, hè? Nou, ik was een manneke van... Ja. We hebben eerst in de Wilhelminusstraat gewoond. Ja, dat was net na een oorlog. Dan zaten we twee gezinnen in een hal in de woning, ja. Met 4-8 man. We zien een verhuis met Karapeer. Toen dat tijd. Van de Wiebestraat? Van de Wilhelminastraat. Oh, de Wilhelminastraat. Nou, hé. Hey. Ja. In 57. Ja. En wie oud was er toen? Ik ben jaar 6. 6. Weet ze dat nog? Ja, nou, ik weet nog dat het gedaan heeft. De verhuizer. Dat was in de kapsel. En hoeveel kinderen worden er toen? Bij ons? Ja? Ik heb maar 1 zuster, die is ook dood. En die elders zien er niet meer? Nee. En dan moet er toch wel iets van het leven zitten maken. En hoe best doen en de andere mensen helpen als het gaat. En als ze problemen hebben of ze hebben iets, zeggen Karel, kunnen er echt naar kijken of wat of zoiets. Ja, probeer ik dat te doen. Zo weet ik. En mensenkennis ken ik al goed. Wat zei ze? Mensenkennis. Mensenkennis? Ja. Als ze ons dan nou zo zus... Ja, maar ik ken jullie vanwege het programma. Ja, ja. En jullie bent een spontane types. En er werd onder elkaar nog eens een geitje uitgehaald. Als je niet de berg op kan klimmen of wat dan ook. Oh, wie vindt onszelf altijd heel serieus, hè jongens? Oh, kijk eruit. Heel serieus. Ja, dan ziet ik heel leuk uit. En kijk op mijn verhaal, hoor. Van geboorte. Hoe werd ze dat nou weer? Ja, luister. Nee, ik ben niet in Velden geboren. Ik ben wel getogen. Je zit zeker in Schandeloof, daar in de buurt. Hoe werd zich nou weer wat Schandeloof is? Ja, dat is Velden. Ja, hoe die Velden op Pieter gaan. Oh. Nou, okay, zeg maar dan, doe ik dat niet. Nee. Maar die komt natuurlijk voor die werk kwam ik ook wel eens, denk ik, ergens of niet? Zo'n technische dienst. Van een woningbouw, ja. Stichting. Dan maak je van alles mee. Hoor. En dat is natuurlijk ook werk. Ja, maar, luister. Daar heeft ze, denk ik, ook die mensenkennis op gedaan. Ja, juist. Kijk, als ik aan de velddeur kwam, dan wist ik al precies hoe ik die mensen heb gesproken. Alleen de mentaliteit, hoe ze ontvangen. Dan wist ik of ik meneer en mevrouw wil zeggen, of Jantje of Marietje. En dan werkt dat toch iets gemakkelijker. Hè? Beetje gemoedelijker, laat ik het zo zeggen. Okay. Vind ik tenminste. Hey, en de tijd waar we nu in leven, is dat voor dich lastig? Want we mogen nou niet zo dicht bij de mensen komen en zo. Het is niet dat ik hier een bedrijf heb. Dus ik zei het al straks, een klein beetje voor de mensen. De mensen helpen. Als ze iets hebben of wat dan ook. En vooral hier in het dorp kent iedereen elkaar. Ik verveel zich nooit? Nee. Nou? Nee, want dan ga ik dood. Als ik niks te doen heb, jongens, dan ga ik dood. Ik moet wat te doen hebben. En mijn planningen die staan misschien al vermeren of dingen. Dit wist ik dat ik vandaag ging doen, het gras maaien, van de week de hek schoren en allemaal. Ja. Ja, neem me niet in de andere, Karel, maar het ziet er goed een door een ringsje te halen. En hij kan achter nog in de tuin. Mijn hemel in de weilanden.
Maar den hond wil we voorop moeten passen. Ja, is dat tegen neer van Karolientje? Ja, is goed. Ja, doe het. Ja, verder ga ik er niet op in voor dat verdient. Hé, hey, maar zien we nou ook gefilmd? Ja. Oh, kunnen we ruilen dan? Nee, dat doen we niet. Dik mux nog het programma kijken, waar ze zelf in zitten. Nee, we gaan niet ruilen. Oh. Of moeten we door een bepaald bedrag voor afspreken? Nee, joh, het gaat niet verkeerd. Kijk, met geld. Luister, jongen, de hond vraagt het nog niet. Of wat? De hond heeft het helemaal niet. Hè? Nee, dat helemaal niet. Vertel Bas, wat willen we meer weten? Nou, ik weet in ieder geval dat wat ze verteld heeft over het ganse dorp kent mee. Kennen we wel, ja. Er werd genoeg getuterd. Ja. En die bist de ganse dag aan het zwaaien. Oh, ja, luister, als ik er op de muur heb en ik zit zo of zo, ik zit daar, ja, dan komt het even. Oh, hoeren, hè? Zo noemen we dat. Kwatsen. Heel rampig. Sociaal contact is heel belangrijk. Misschien nog wel belangrijker dan normaal in deze tijd. Dat bedoel ik. Dus ja. Iedereen kan me dicht terecht voor een preutje? Boah, zeker. Ik zou niet weten waarom niet. Nee, als dat is geen moeite mee, hè? Ik heb er geen moeite mee. Nee, maar ik bedoel met... Wabbelen. Oh, ik moet geld hebben die niet voor. Dat heb ik niet. Die moet spontaan zijn, dan kan ik zo'n actie, reactie.